De Frouin School en de Selecta School hebben gisteren hun gerenoveerde toilettengroepen in gebruik genomen. Deze renovatie is een geste van de Rotary Club Paramaribo Residence. De Service Club voert namelijk een aantal projecten uit in het kader van het Rotary International thema Water and Sanitation. De directeur van de Frouin School, Errol IJzer, zegt dat de toilettengroep inderdaad aan een renovatie toe was. De geste van de Rotary Club kwam dan ook als een grote verrassing. Ik ga eerlijk zeggen, ja en nee. Ik had natuurlijk, zeker bij de meisjes, ik heb er 6 denk ik. En zeker 2 waren dichtgespijkerd, omdat ze niet in orde waren. Maar de overige 4, die waren wel in orde. Niet 100% misschien, maar ze waren wel in orde. Ik weet wel dat het heel veel gekost heeft, omdat alle potten, de pisbakken, de cisterns zijn allemaal vervangen. En hoe lang en dan waren ze bezig? Nou, ze zijn voor de vakantie begonnen, maar u begrijpt met de hele COVID-situatie heeft het waarschijnlijk dat iets langer geduurd. Ze hebben in de vakantie de laatste week nog even doorgewerkt om het begin van het schooljaar in orde te maken. IJzer zegt dat de school zoveel als mogelijk de COVID-19-protocollen in acht neemt. Dat gebeurt in de leslokalen en ook tijdens de pauzes. De leerkrachten zien erop toe dat de leerlingen niet te dicht op elkaar staan. De controle bij de toilettengroep zal ook een onderdeel daarvan zijn. Sowieso zijn het gaan we meer binnenpauzes hebben. Als de kinderen naar het toilet gaan, gaat één kind naar het toilet. Die komt dan terug, kan op de gang blijven. Maar er zijn ook leerkrachten die de pauzebeurt hebben. Die erop zullen toezien. Ja? In de school, op het schoolerf. Dat de kinderen niet te veel bij elkaar zijn. Ook hier bij de toiletten. Dat er niet 10 kinderen naar binnen gaan als we 6 toiletten hebben bij de meisjes. En we hebben ook de schoolmaster. Een schoolmaster moet dan tijdens schooltijd aanwezig zijn om regelmatig, een paar keer per dag, de toilet, die krukken, deurkrukken, te desinfecteren. Die trapleuningen allemaal desinfecteren. Dat was Errol IJzer, directeur van de Frouin School. De toilettengroepen van deze school en de Selecta School zijn gerenoveerd door de Rotary Club Paramaribo Residence.